De wedstrijd is goed verlopen. In het begin waren er wat foutjes en daarmee heb ik Toon nooit zien wegrijden. En dan zat ik in een mooi groepje met onder andere Sven Nijstar, Marcas en Elizabeth. En dat was een goede samenwerking. Dus ik ben van de wedstrijd zelf wel heel tevreden. Voor mij is dat een heel opsteker voor de rest van het seizoen, want het seizoen heeft nog niet gebracht wat ik ervan verwacht had. Dus ik hoop dat ik nu vertrokken ben en dat alleen maar in stijgende lijn kan gaan. Hoe voelde het om op het podium te staan? Ja, zeer plezant. Dat is de eerste keer dat ik bij de profs op het podium sta, toch in België. Dus dat is altijd wel plezant en zeker om dicht bij thuis in Leuven. Dus daar ben ik zeer tevreden mee. En bovendien dicht bij het Belgisch kampioenschap, dus het zal misschien motiverend werken. Ja, zeker en vast. En Lille is een mooie omloop voor mij. En ik hoop daar toch een rol van betekenis te kunnen spelen.